Hallo iedereen, Christian hier weer met meer Call of Duty Ghosts gameplay. Dit is een Camstrike die ik een dag of twee geleden gehaald heb met de Honey Badger op Overlord. Ik heb geen enkel idee of ik deze toevallig al heb geüpload, want ik heb echt geen enkele idee. Ik kijk zoveel van mijn eigen cams terug dat soms rek ik een beetje in de war. Dus mocht dat zo zijn, dan, dan zou, zou je dit waarschijnlijk niet zien. Maar uh, ja, Camstrike met de Honey Badger in het Nederlands. Uh, want het lijkt erop dat heel veel mensen graag Nederlands commentaar zullen willen zien. Dus dan zal ik dat gewoon blijven doen. En... Ja, gewoon zoals we het gedaan hebben: deze video 50 likes. Dan upload ik de volgende Camstrike met Nederlands commentary. En zo niet, dan zal ik gewoon wachten tot, uh, tot ik weer, weer zin heb op een nieuwe commentary te doen. Uh, Lijkt me dus. Maar ja, wat ik net gedaan heb: ik heb net de livestream even een tijdje gedaan, een uur of twee, tweeënhalf, zoiets. En um, ja, als deze video uploaded zal zijn, dan zal ik vanavond weer. Uh, weer gaan livestreamen. Nou, dat zal ik sowieso doen ook al. En gaat dat ook met het uploaden van de video. Maar uh, ja, vanavond weer livestreamen. En dat wordt gewoon niet wat ik elke dag zal gaan doen. Dus mocht je me wat live Camstrikes willen zien halen. Of uh, ja, gewoon willen zien spelen. Kijken hoe ik, hoe ik het van match tot match doe. Dan kan je even op de link in de description klikken. En dan gewoon, uh, gewoon followen. En dan zul je een notificatie op je e-mail krijgen als ik aan het livestreamen ben. Want ik zal niet elke keer als ik livestream zo'n... Zo'n video maken van, hé, hey, ik ben aan het livestreamen nu. Want dat vind ik zelf altijd een beetje vrij irritant. Dan denk je van, hé, hey, iemand heeft hier een video geüpload. En dan is het gewoon iets van, oh ja, leuk. En ze zijn aan het livestreamen, dat had ik zelf ook wel kunnen, kunnen uitvinden. Maar um, ja, dat zal ik dus gewoon blijven doen. Het is leuk en ik denk dat dat zal helpen. Ik denk, als er genoeg mensen zijn die dat zullen doen, dan kan ik dat ook gewoon blijven doen. Uh, stel je voor dat ik. Dat mijn YouTube en Twitch zo goed dat ik hier gewoon mijn baan van kan maken. Dat zou toch, zou toch mooi zijn, of niet? Maar eh, even een snelle vraag die ik voor jullie had. Omdat ik zelf, want voordat ik die commentaar deed voor OPNL, had ik zelf nooit een Nederlandse commentaar gedaan. Ook nooit echt zelf Nederlandse commentators gevolgd of wat dan ook. Want ik dacht niet dat de community in Nederland zo groot zou zijn als die eigenlijk is. En ik vraag me af wie jullie favoriete Nederlandse commentator is. Dat kan ik natuurlijk zijn. Lijkt me sterk, maar dat zou best kunnen. Maar eh, ja, ik ben verder benieuwd wie. Wie jullie graag uh, zien spelen of wie, wiens video jullie graag, graag bekijken. Want ik ken zelf eigenlijk dus geen Nederlanders en ik ben wel benieuwd wie, wie er allemaal zijn en wie ik allemaal zelf zou, zou kunnen volgen. En ja, dus als je dat met zou laten willen weten, dat zou dan wel, wel fijn zijn. Dan kan ik zelf een beetje mijn kennis uitbreiden zonder, zonder zelf al te veel moeite eraan te besteden. Maar um, ja. Dat is eigenlijk de enige, de enige vraag die ik zo van jullie had. Ik zal het een beetje over de gameplay hebben. Uh, de class die ik gebruik is min of meer hetzelfde als wat ik altijd doe. Het enige wat ik een klein beetje verander is de, de specialist loadout. Ik denk dat ik hierin. Ik weet niet of ik Dead Eye heb. Zal vast wel zo zijn hoor. Want Dead Eye is mijn favoriete uh, bonus perk sowieso. Vijf, vijf punten voor een perk is een beetje veel om in je normale class te hebben. Want dat betekent gelijk dat je dan twee of drie perks weg zou moeten strepen die je normaal toch redelijk. Redelijk nodig hebt. Ja, sowieso Dead Eye hier. En dat is hem dan gewoon. Dat is gewoon de klas. Ik heb Stalker, Quick Draw, Ready Up, uh, Focus en Dead Silence. En dan in mijn specials Bonus Hardline. Hardline is trouwens best wel goed. Ik heb hem zelf niet al te vaak gebruikt. Maar de afgelopen paar dagen, afgelopen week, ben ik hem zelf redelijk wat aan het gebruiken. En dit ding is toch echt wel, wel redelijk goed. Vooral omdat je het sowieso. Het haalt 1 punt af van elke streak die je daarna haalt. Dus mijn Amplify is in plaats van 6.5. Mijn specialist bonus is in plaats van 8.7. En dan mijn chemstrike is in plaats van 25.24. En dan elke keer als je een flag hebt en zo. Dan dat helpt ook gewoon. En assist die je krijgt, helpt ook nog. Dus je zou bij wijze van spreken op een 18 gun streak als je wat vlaggen wat hebt en wat assist krijgt, zou je gewoon je Chemstrik kunnen halen. Dat is best wel stoer lijkt me. En ja. Dus het is dus toch een redelijk goede perk. Het enige wat ik dan mis is... Omdat ik dan geen derde specialist perk gebruik zodat ik mijn bonus eerder krijg. Mis ik dan hier uh, mijn scavenger. Die ik normaal dan krijg als, als ik 6 punten heb in mijn loadout. Want dan haal ik uh, hardline gewoon weg. En dan heb ik amplify als 3 punten en dan scavenger als 6. In plaats daarvan heb ik hem nu op 7. Omdat ik dan hardline gebruik. Dus dat het enige wat het dan me kost. is, Omdat ik dan in mijn bonus... Of in mijn bonus heb ik dan Scavenger. Daarom heb ik in mijn bonus geen slider of Hand. Wat als je, als je een beetje je aanpast aan het feit dat je niet altijd kunt reloaden als je iemand gekillt hebt. Dan helpt dat, helpt dat prima. Maar eh, dat, was, dat was de video alweer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zoals ik zei, 50, 50 likes en een nieuwe video. En dat zal hem zijn voor nu. Dus tot later. Peace.